Dijkverbetering Diefdijklinie is een uniek dijkversterkingsproject. Door de innovatieve, integrale aanpak vanuit het omgevingsmanagement won dit project de Waterinnovatieprijs in de categorie Waterveiligheid. Deze bijzondere 23 kilometer lange dijk loopt van Everdingen tot aan Gorinchem door 3 provincies en 6 gemeenten en ligt geheel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Welke is genomineerd als UNESCO Werelderfgoed en ligt grotendeels in Natura 2000 gebied met beschermde flora en fauna. Primair werd de dijk versterkt voor Waterschap Rivierenland ter borging van de waterveiligheid en ter verbetering van de dijk. Dit is gerealiseerd door klei-ingravingen, toepassing van stevige grondbermen en het plaatsen van stalen damwandschermen met grondankers op plaatsen daar waar de werkruimte minimaal was. Tevens vond er een verkeersveiligheidsupgrade en verbetering van de wegen plaats door funderingsherstel, asfaltering van 20 kilometer dijk en het markeren van de weg bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie-objecten. De 17 Nieuwe Hollandse Waterlinie-objecten, waaronder loopgraven, batterijen, geschutsbanket, kanonopstelplaatsen, koepelkazenmat en groepschouwplaatsen, zijn geconsolideerd en gereconstrueerd. Ook is langs de verdedigingslinie exclusieve liniemeubilair geplaatst, waardoor de dijk er 2 nieuwe functies bij heeft gekregen, waarin recreatie en educatie voorop staan.